Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014 met Bliefjes natuurlijk. En vandaag zullen we rijden op het gooi van Weesp naar Utrecht Centraal in een van de nieuwe repaints van Chris Trains, de SGM Citypendel met 6 bakken. Dus laten we maar eens gaan beginnen door de passagiers in te laten stappen. En de richting schakelen naar voren. Welkom machinist, vandaag rij je de stoptrein van Weesp naar Utrecht Centraal. Je trein bestaat uit luxe 6 bakken citypendel. Stop onderweg op alle stations, laat u de passagiers instappen. Om 4:15 moet je vertrekken. En dit scenario is gemaakt door Koploper Mauw. Ja, dat heb ik toevallig even gezien. Ik zal even de frontscène zal ik aanzetten. Dan kunnen we zo meteen vertrekken. Dan zet ik de hendel in de automaat. Dan zullen we de remmen lozen. En dan kunnen we met 60 wegrijden. En dan is ons eerste stop zal zijn Naarden-Bussum. Gaan wij als stoptrein richting Utrecht Centraal. Dan zal ik even de koersborden goed instellen. Even kijken. We mogen ook optrekken naar 130. Ondertussen zal ik ook even de koersborden goed zetten, zodat ze op Utrecht Centraal terechtkomen. Even kijken. Hier ergens in de buurt. Utrecht Centraal. Kijk aan. Zo. En dan kunnen we nu richting Naarden-Bussum rijden. En ja, dat zal ondertussen ook nogal even flink tijd worden dat ik een aantal van jullie comments ga behandelen natuurlijk. Omdat dat ook een behoorlijke tijd niet meer gebeurd is. Dus ik zal even vanuit hier, zal ik alle comments er even bij pakken. En we gaan natuurlijk beginnen met de laatste comments van de SGM Sprinter die ik toen gereden heb. Eens even kijken. Ik zal ook even het geluid uitzetten. Even kijken. Dan hebben wij heel veel mensen die mij onderhand gefeliciteerd hebben met mijn vader. Nou, bedankt daarvoor. En even kijken, heel veel bepaalde mensen zijn natuurlijk ook blij dat ik de Soestlijn eindelijk heb gereden. Ja, het is even kijken. Kijken. Waar zal ik eens mee beginnen? Nou, in ieder geval, Max-trein die had het erover dat een SIS heel erg leuk was. Nou, oké, als het leuk is, dan is het leuk. En ik ben blij als jullie het ook leuk vinden, dus ik vind het helemaal goed. Van Rail Almelo heb ik nog een tip. Als je het spoor of het sein niet vertrouwt, of al 3 keer op rood staan, dan staat hij meestal daarna gewoon weer groen. Nou, ik zou het onthouden. Even kijken. Megathorps zegt ook weer dat het een leuke episode is. Nou, dankjewel. Rail Almelo vraagt waar ik die ATB geluiden heb geplaatst. Nou, in de vorige video zaten ze niet verwerkt. Dat ik gewoon de tijd op een gegeven moment niet meer voor, omdat het allemaal zo last minute was. Dus ja, dat kan een keertje gebeuren. Even kijken, nou, er waren al de reacties voor deze video. Dan gaan we zo meteen. Ga ik, in ieder geval als we station Naarden-Bussum hebben gehad, dan zal ik daarna de comments van de video van daarvoor even behandelen. Maar ik wil eerst even hier alles in de gaten houden. Ik zie ook dat we hier moeten afremmen naar 80. Dus laten we ook maar even netjes gaan afremmen dan. En dan kunnen we lekker rustig het station van Naarden-Bussum binnenrijden. En ja, dus de repaints van Chris Trains, die waren volgens mij deze week waren ze uitgekomen. En ze zijn natuurlijk, ja, die repaints zijn natuurlijk in verschillende ja, kleuren en weet ik veel wat allemaal. Dus ja. Op zich is dat, zijn het op zich best wel leuke repaints. Ik bedoel, dit is gewoon een citypendel. Dus die zijn altijd wel leuk. 6 bakken. Dus één grote luxe is dat. En aangezien we 6 bakken hebben, zal ik natuurlijk ook bij het nummertje 6 gaan stoppen op het station. Dat is wel zo netjes. Alleen wel een nadeel dat je hier maar met 80 km per uur binnen mag rijden. Ik had gehoopt dat het wel iets meer zou zijn, maar goed. Mij hoor je er op een gegeven moment niet over klagen hoor. Even kijken, waar staat hier nummertje 6? 2 hebben we daar volgens mij. En daar staat volgens mij... Oh, hier stond 8 al. Oh, dan heb ik nummer 6 heb ik gemist, maar goed. Op zich niet zo'n ramp. Laten we hier mensen uitstappen. En we moesten hier rond 22 zijn, dus we zijn ruim op tijd gelukkig. Daar reed ons ook nog even een DDAR aan ons voorbij. Die zal waarschijnlijk ook wel hier moeten stoppen. Dat is dus een dikke ja. Waar gaat hij naartoe dan? Hij gaat naar Alkmaar. Oké, nou. Dat is beter dan geen bestemming. Volgens mij was dat niet mijn fluitje tenminste, dat is wat ik denk. Ja. Zo. En weg. Zo. Dan kunnen we nu optrekken tot 130 volgens mij. Zo. En dan staat daar nog een repaint. Dat is er wel mee de... Is het ook alweer? Nou, iets met een koploper. Laten we het daarop houden. Oh. Moet al lang stoppen voor na de bussen. Oh, wat erg. Zo. Ik was het station Bussum Zuid ook gewoon kats helemaal vergeten bijna. Maar goed, gelukkig ben ik hem niet vergeten. Laten we daarvoor ophouden. Volgens mij staat hier ook geen bordje met 6 of iets dergelijks. Nou zo, laten we de mensen even uitstappen. En we zijn weer lekker op tijd. we pakken hier best wel veel mensen. Voel jij? Ik hoor die rem hier ook nog steeds sissen. Zo. Weg. Goed, ik denk dat we zo meteen wat meer tijd hebben om wat comments te doen. Hoop ik. Maar voor de rest, als je zo kijkt, dan ziet die repainter op zich best wel netjes uit. 6 bakken. Altijd leuk. De tweede klas. Mooie groene stoeltjes. We kunnen, als het goed is, zometeen ook weer vertrekken. Dan moeten we naar Hilversum, zo te zien. Morgen. En dan zal ik meteen de andere comments er even bij pakken voor jullie. Die toen waren gedaan op de aflevering met de koploper. Dat is volgens mij al 2 afleveringen terug. Dus die haal ik er ook even bij. Eens even kijken. Ja, natuurlijk waren dus in die episode hadden we wat problemen rondom Amersfoort. Zo zegt Busfan376. Dat het een driftende ICM was, ja. En gewoon Rick, ja, die vindt het een koppelremix. Ja, dat was toen ik iets te spontaan tegen die trein op knalde per ongeluk. Maar ja, goed. Ja, Tim treinen vond ik ook al een hele vreemde bug. Ja, ben ik helemaal met jou eens. Even kijken. Wat hebben we nog meer? JF Nobel 1 die vraagt: wil je misschien de route Emmen-Zwolle rijden? Oh, bla. Daar komt volgens mij iets aan. Laten we alvast even gaan remmen. Iets steviger gaan remmen. Kijken, hebben we nog meer wat? Heel wat steviger gaan remmen nu. Brian Pirofano vindt het ook een leuke situatie bij Amersfoort. Even kijken. Max-trein vindt het ook weer een leuke video. En Bas Dijkhoff vindt het heel nice. Dat is allemaal hartstikke leuk om, vind ik allemaal hartstikke leuk om te horen van jullie. Dat jullie net zoveel plezier hebben in de video's als dat ik heb. Zo, even mensen weer in laten stappen. Dit is station, volgens mij is dit Hilversum Noord. Dus daar laten we snel even mensen instappen. Dan kunnen we dan verder gaan naar het station Hilversum. Maar dan moeten we wel 40 blijven rijden, want dat zijn achter ons. Er had toen nog voor mij 40 er staan. Als ik dat goed gezien heb. En we mogen weer. En zal ik hem zetten op 40? En dan gaan we dat dit morgen ook eventjes niet rijden. Aangezien, nogmaals, dat zijn voor ons, dat gaf al aan. Wat gaat het ook weer aan? in ieder geval iets anders. Die gaat 40 aan. Dus zodoende, zodra we dit zijn ook gepasseerd. Ja, staat ook netjes 40. Dus dan zullen wij met 40 km per uur zullen wij station Hilversum binnenrijden. En ik heb jullie vorige comments ook natuurlijk goed in de gaten gehouden, want heel veel van jullie willen graag dat ik een keer met een DDAR rijd en een goederentrein. Nou heb ik helaas geen scenario's van een DDAR en een goederentrein meer over, dus ik heb aan Koploper Mauw gevraagd, omdat hij scenario's maakt, of het misschien mogelijk is of hij van die scenario's voor mij maakt. Ik wacht alleen nog momenteel nog op antwoord, dus... Maar als ik het kan, dan zal ik het ook zeker doen. Zo, laten we even met z'n instappen. Ze zijn mooi op tijd. Ah, volgens mij gaat onze Intercity hier net weg. Jawel. Die gaat waarschijnlijk onderweg dan naar Amsterdam of zo, denk ik. Ik heb geen idee. Hij gaat in ieder geval ergens naartoe. Wow. Oeps. En wij mogen ook weer vertrekken. Die mevrouw stond met een dikke kont voor mijn beeld, dus moest ik maar eventjes weer terug in de cabine gaan. Ik hoef niet elke keer tegen die kont van die vrouw aan te kijken natuurlijk. En daar komt nog een repaint aan. En die witte is een repaint van het Algemeen Dagblad. Volgens mij, maar als ik het goed heb onthouden. Ja, je ziet er ook op staan, Algemeen Dagblad. En dan hebben we nog een andere van Siemens. Leuk. Kunnen wij even op ons dode gemakje naar Hilversum Sportpark heen rijden? Zo. Laten we de mensen weer instappen. Koek koek. En ik weet dat deze treinen eigenlijk geen RIS hebben. Dat is dus een reizigersinformatiesysteem. Maar ik denk toch dat ik het... Ja... Het is toch wel zo leuk dat je die toch even inplakt. Of misschien doe ik het ook niet. Het ligt er maar net aan wat ik graag wil. Laten we in ieder geval nu doorscheuren naar... Hollands Nogwaters volgens mij. Dat ligt 4 kilometer verderop. Dus dan scheuren we even daar naartoe. Is toch wel heerlijk rijden zo, gewoon lekker over de route van het Gooi. Gewoon lekker rustig, helemaal niks. Lekker kijken, recht voor je uit. Oh, dat was een onbewaakte spoorwegovergang. Dat zie je ook niet meer heel vaak in Nederland. Want als het goed is, moet aan alle overweggangen nu wel beveiligd zijn onderhand. Je hebt volgens mij geen onbewaakte meer. Tenminste, niet wat ik tot zover weet. Want ik dacht dat ik laatst gelezen had dat alle overgangbomen, of alle overgangen waren veranderd in beveiligde. Even hier afremmen naar 20. Dat het moet van dat bordje waar we zojuist voorbij waren gegaan. En dan zie ik hier de S staan. Dat betekent dat we moeten afremmen. En daar komt ons nog een DDAR tegemoet. Zo, en dan netjes bij het bordje van 6. Ongeveer bij het bordje van 6. Oké, hoe heet dit station ook alweer? Er stond hier ergens een bordje. Ah ja, Hollandse Rading, dat is er. Oh. Interessant. Wat is dat dan voor ding? Ja, die moet je ook niet aanraken. Dat is gevaarlijk. Wee. Lang leven de eiknop. Wee. Klunk. Nou, wordt zo vertrek als het goed is. Duurt lang, duurt lang. Duurt lang. Sneller! Goed zo. Vol gas. En dan gaan we naar Utrecht Overvecht. Altijd wel fijn, een beetje lekker chill rijden over de Gooise lijn heen. Ik heb het probleem van de missing textures gelukkig opgelost. Door alle bestanden even weer te vervangen. Want ik heb gelukkig altijd een backup van mijn assists. Omdat, ja, voor dit soort gevallen kun je altijd een backup terugzetten. Dus als het functioneert, dan heb je een backup van de tijd dat het functioneert. En mocht wat meer aan de hand zijn, nou, dan zet je gewoon je backup terug. Nou, en huppakee, kun je gewoon lekker verder. Alleen 125 oog zo langzaam als je zo aan het kijken bent. Het is helemaal niet traag, maar het oogt gewoon zo traag. We moeten zo meteen onze snelheid al verminderen naar 110. Tenminste wat ik kan zien. Wat is dat? Oh. Dat is volgens mij een... Huh? Oh, wat? Huh? Dat was een kleine. Ik dacht, wat was daar nou meer nou? Maar die was wel heel erg... ja. Dat was best wel een klein treintje. Nou ja, dat maakt niet uit. En we moeten ook al afremmen naar 60. Ja, weet ik. Afremmen naar 60. En natuurlijk kom ik door je gemakje een beetje afremmen. Dat hoeft niet zo snel. Nou, je mag wel sneller, maar... En 60. Huppakee. Daar rijdt een mooie firma over de brug heen. Dat is altijd wel leuk om te zien. Er was ook een OV-Virm was daar te zien. Een OV-chip firm. Of een OV-chip. Oh, heel slecht. Zo. Station Utrecht Overvecht. Oh, dat bordje was goed verstopt. Nou ja, dan stop ik maar gewoon hier. Zo. Dan zijn we op tijd al. Ja, oké, mooi. Dat is alleen maar goed. En daar komt volgens mij nog iets van ons voorbij gereden, als ik het zo hoor. Of misschien ook niet. Ja. Oh, wacht even. Zo, ik kies gewoon voor deze. Lekker de automatische piloot. En terwijl de ene trein stopt, mag de andere weer verder. Dus wij gaan nu verder naar Utrecht Centraal. En dat is volgens mij daar ons afrembordje al. We moeten afremmen naar 60. Dus dat ga ik nog maar doen. Ja, daar is de OV-Virm, die moet waarschijnlijk op ons wachten. Nou, mag ook al een keer, in plaats van dat wij altijd moeten wachten. Zo. Mogen wij eens een keer lekker doorrijden. Zo, 40. En dan gaan we lekker langzaam Utrecht Centraal binnenrijden. Oh, dat is ook wel leuk als je daar de brug op mag. Maar ja, dat is dan weer voor de, volgens mij de aansluiting voor de richting Amersfoort, wat je daarheen gaat, daar op de brug. Dus nou ja, jammer dan. En dan zijn we bijna gearriveerd bij het eindstation van Utrecht. En dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken natuurlijk. Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog, word ik ook vrolijk van. En wil je graag meer van mijn video's zien, abonneer gerustig op mijn kanaal. En dan hoop ik natuurlijk dat ik jullie allemaal terugzie in de volgende episode van Let's Play Train Simulator 2014. En dan met Bliefjes natuurlijk. Dus ik zeg bedankt voor het kijken allemaal. Ik zie jullie allemaal in de volgende episode. Ik zou zeggen, fijne dag nog. Geniet van deze zondag. Tot ziens allemaal. Dag. Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014 met Bliefjes natuurlijk. En vandaag zullen we rijden op het route, het gooi, van Weesp naar Utrecht Centraal in een van de nieuwe repaints van Chris Trains, de SGM Citypendel met 6 bakken. Dus laten we maar eens gaan beginnen door de passagiers in te laten stappen. En de richting schakelen naar voren. Welkom als je niet. Vandaag rij je de stoptrein van het Weesp naar Utrecht Centraal. Je trein bestaat uit luxe 6 bakken Citypendel. Stop onderweg op alle stations, laat u de precies instappen. Om 4:15 moet je vertrekken. En dit scenario is gemaakt door Koploper Mauw. Ja, dat heb ik toevallig even gezien. Ik zal even de frontscène zal ik aanzetten. Dan kunnen we zo meteen vertrekken. Dan zet ik de hendel in de automaat. Dan zullen we de rem lozen. En dan kunnen we met 60 wegrijden. En dan is ons eerste stop zal zijn Naarden-Bussum. Gaan wij als stoptrein richting Utrecht Centraal. Dan zal ik even de koersborden goed instellen. Even kijken. We mogen ook optrekken naar 130. Ondertussen zal ik ook even de koersborden goed zetten, zodat ze op Utrecht Centraal terechtkomen. Even kijken. Hier ergens in de buurt. Utrecht Centraal. Kijk aan. Zo. En dan kunnen we nu ja, richting Naarden-Bussum rijden. En ja, dan zal ik ondertussen ook nog wel even flink tijd worden dat ik een aantal van jullie comments ga behandelen natuurlijk. Omdat dat ook een behoorlijke tijd niet meer gebeurd is. Dus ik zal even vanuit hier, zal ik alle comments er even bij pakken. En we gaan natuurlijk beginnen met de laatste comments van de SGM Sprinter die ik toen gereden heb. Eens even kijken. Ik zal ook even het geluid uitzetten. Even kijken. Dan hebben wij heel veel mensen die mij onderhand gefeliciteerd hebben met mijn vader. Nou, bedankt daarvoor. En even kijken, heel veel bepaalde mensen zijn natuurlijk ook blij dat ik de Soestlijn eindelijk heb gereden. Ja, het is, even kijken, kijken. Waar zal ik eens mee beginnen? Nou, in ieder geval, Max-trein die had het erover dat een SIS heel erg leuk was. Nou, oké, als het leuk is, dan is het leuk. En ik ben blij als jullie het ook leuk vinden, dus ik vind het helemaal goed. Van Rail Almelo heb ik nog een tip. Als je het spoor of het sein niet vertrouwt, of al 3 keer op rood staan, dan staat hij meestal daarna gewoon weer groen. Nou, ik zou het onthouden. Even kijken. Megathorps zegt ook weer dat het een leuke episode is. Nou, dankjewel. Rail Almelo vraagt waar ik die ATB geluiden heb geplaatst. Nou, in de vorige video zaten ze niet verwerkt. Dat ik gewoon de tijd op een gegeven moment niet meer voor, omdat het allemaal zo last minute was. Dus ja, dat kan een keertje gebeuren. Even kijken, nou, dat waren onder de reacties voor deze video. Dan gaan we zo meteen, ga ik, in ieder geval als we station Naarden-Bussum hebben gehad, dan zal ik daarna de comments van de video van daarvoor even behandelen. Maar ik wil eerst even hier alles in de gaten houden. Ik zie ook dat we hier moeten afremmen naar 80. Dus laten we ook maar even netjes gaan afremmen dan. We gaan naar Hilversum, zo te zien. Morgen. En dan zal ik meteen de andere comments er even bij pakken voor jullie. Die toen waren gedaan op de aflevering met de koploper. Dat is volgens mij al 2 afleveringen terug. Dus die haal ik er ook even bij. Eens even kijken. Ja, natuurlijk waren dus in die episode hadden we wat problemen rondom Amersfoort. Zo zegt Busfan 376 dat het een driftende ICM was. Ja. En gewoon Rick, ja, die vindt het een koppelremix. Ja, dat was toen ik iets te spontaan tegen die trein opknalde per ongeluk. Maar ja, goed. Ja, Tim treinen vond ik ook wel een hele vreemde bug. Ja, ben ik heel met jou eens. Even kijken. Wat hebben we nog meer? JF Nobel 1 die vraagt: wil je misschien de route Emmen-Zwolle rijden? Oh, bla. Daar komt volgens mij iets aan. Laten we alvast even gaan remmen. Iets steviger gaan remmen. Even kijken, hebben we nog meer wat? Heel wat steviger gaan remmen nu. Brian Pirofano vindt het ook een leuke situatie bij Amersfoort. Even kijken. Max-trein vindt het ook weer een leuke video. En Bas Dijkhoff vindt het heel nice. Dat is allemaal hartstikke leuk om, vind ik allemaal hartstikke leuk om te horen voor jullie. Dat jullie net zoveel plezier hebben in de video's als dat ik heb. Zo, even mensen weer in laten stappen. Dit is station, volgens mij is dit Hilversum Noord. Dus daar laten we snel even mensen instappen. Dan kunnen we dan verder gaan naar het station Hilversum. Maar dan moeten we wel 40 blijven rijden, want dat zijn achter ons. Er had toen nog volgens mij 40 er staan. Als ik dat goed gezien heb. En we mogen weer. En zal ik hem zetten op 40? En hadden we dat dit morgen ook eventjes niet rijden. Aangezien, nogmaals, dat zijn voor ons, dat gaf al aan... wat gaat het ook weer aan? In ieder geval iets anders. Die gaf 40 aan, dus zodoende, zodra we dit zijn ook gepasseerd... Ja, staat ook netjes 40. Dus dan zullen wij met 40 km per uur zullen wij station Hilversum binnenrijden. En ik heb jullie vorige comments ook natuurlijk goed in de gaten gehouden, want heel veel van jullie willen graag dat ik een keer met een DDAR rijd en een goederentrein. Nou heb ik helaas geen scenario's van een DDAR en een goederentrein meer over, dus ik heb aan Koploper Mauw gevraagd, omdat hij scenario's maakt, of het misschien mogelijk is of hij van die scenario's voor mij maakt. We wachten hier nog, momenteel nog op antwoord. Dus, maar als ik het kan, dan zal ik het ook zeker doen. We hebben naar 120. Dat het moet van dat bordje waar we zojuist voorbij waren gegaan. En dan zie ik hier de S staan. Dat betekent dat we moeten afremmen. En daar komt ons nog een DDAR tegemoet. Zo, en dan netjes bij het bordje van 6. Ongeveer bij het bordje van 6. Oké, hoe heet dit station ook alweer? Er stond hier ergens een bordje. Ah ja, Hollandse Rading, dat is er. Oh. Interessant. Wat is dat dan voor ding? Ja, die moet je ook niet aanraken. Dat is gevaarlijk. Wee. Lang leven de eiknop. Wee. Klunk. Nou, Worstel vertrekt als het goed is. Duurt lang, duurt lang. Duurt lang. Sneller. Goed zo. Vol gas. En dan gaan we naar Utrecht Overvecht. Het wel fijn, een beetje lekker chill rijden over de Gooise lijn heen. Ik heb het probleem van de missing textures gelukkig opgelost. Door alle bestanden even weer te vervangen. Want ik heb gelukkig altijd een backup van mijn assets. Omdat, ja, voor dit soort gevallen kun je altijd een backup terugzetten. Dus als het functioneert, dan heb je een backup van de tijd dat het functioneert. En mocht er wat meer aan de hand zijn, nou, dan zet je gewoon je backup terug. Nou, en huppakee, kun je gewoon lekker verder. Alleen 125 oog zo langzaam als je zo aan het kijken bent. Het is helemaal niet traag, maar het oogt gewoon zo traag. We moeten zo meteen onze snelheid al verminderen naar 110. Dus wat ik kan zien. Wat is dat? Oh. Dat is volgens mij een... Oh, wat? Dat was een kleine. Ik dacht, wat was daar nog meer aan de hand? Maar die was wel heel erg... ja. Dat was best wel een klein treintje. Nou ja, dat maakt niet uit. En we moeten ook al afremmen naar 60. En dan kunnen we lekker rustig het station van Naarden-Bussum binnenrijden. En ja, dus de repaints van Chris Trains, die waren volgens mij deze week waren ze uitgekomen. En ze zijn natuurlijk, ja, die repaints zijn natuurlijk in verschillende ja, kleuren en weet ik veel wat allemaal. Dus ja, op zich is dat, zijn het op zich best wel leuke repaints. Ik bedoel, dit is gewoon een citypendel. Dus die zijn altijd wel leuk. 6 bakken. Dus één grote luxe is dat. En aangezien we 6 bakken hebben, zal ik natuurlijk ook bij het nummertje 6 gaan stoppen op het station. Dat is wel zo netjes. Alleen wel een nadeel dat je hier maar met 80 km per uur binnen mag rijden. Ik had gehoopt dat het wel iets meer zou zijn, maar goed. Mij hoor je er op een gegeven moment niet over klagen hoor. Even kijken, waar staat hier nummertje 6? 2 hebben we daar volgens mij. En daar staat volgens mij... Oh, hier stond 8 al. Oh, dan heb ik nummer 6 heb ik gemist, maar goed. Op zich niet zo ramp. Laten we hier mensen uitstappen. En we moesten hier rond 22 zijn, dus we zijn ruim op tijd gelukkig. Daar reed ons ook nog even een DDAR aan ons voorbij. Die zal waarschijnlijk ook wel hier moeten stoppen. Dat is dus een dikke ja. Waar gaat hij naartoe dan? Hij gaat naar Alkmaar. Oké, nou. Dat is beter dan geen bestemming. Volgens mij was dat niet mijn fluitje tenminste. Dat is wat ik denk. Ja. Zo. En weg. Zo. Dan kunnen we nu optrekken tot 130 volgens mij. Zo. En dan staat daar nog een repaint. Dat is er al mee de... Is het ook alweer? Nou, iets met een koploper. Laten we het daarop houden. Oh. Moet al lang stoppen voor Naarden-Bussum. Oh, wat erg. Zo. Ik was het station Bussum Zuid ook gewoon kat helemaal vergeten bijna. Maar goed, gelukkig ben ik hem niet vergeten. Laten we daarvoor ophouden. want mij staat hier ook geen bordje met 6 of iets dergelijks. Nou zo, laten we de mensen even uitstappen. En we zijn weer lekker op tijd. Nou, ik parkeer hier best wel veel mensen. Voel jij? Ik hoor die rem hier ook nog steeds sissen. Zo. Weg. Goed, ik denk dat we zo meteen wat meer tijd hebben om wat comments te doen. Hoop ik. Maar voor de rest, als je zo kijkt, dan ziet die repainter op zich best wel netjes uit. 6 bakken. Altijd leuk. De tweede klas. Mooie groene stoeltjes. We kunnen als het goed is zometeen ook weer vertrekken. Dan moeten we... Zo, laten we even mensen weer instappen. Ze zijn mooi op tijd. Ah, volgens mij gaat onze Intercity hier net weg. Jawel. Die gaat waarschijnlijk onderweg dan naar Amsterdam of zo, denk ik. Ik heb geen idee. Hij gaat in ieder geval ergens naartoe. Wow. Oeps. En wij mogen ook weer vertrekken. Die mevrouw stond met een dikke kont voor mijn beeld, dus moest ik maar eventjes weer terug in de cabine gaan. Ik hoef niet elke keer tegen die kont van die vrouw aan te kijken natuurlijk. En daar komt nog een repaint aan. En die witte is een repaint van het Algemeen Dagblad. Volgens mij, maar als ik het goed heb onthouden. Ja, je ziet er ook op staan, Algemeen Dagblad. En dan hebben we nog een andere van Siemens. Leuk. Kunnen wij even op ons dode gemakje naar Hilversum Sportpark heen rijden? Zo. Laten we de mensen weer instappen. Koekoek. En ik weet dat deze treinen eigenlijk geen RIS hebben. Dat is dus een reizigersinformatiesysteem. Maar ik denk toch dat ik het... Ja. Het is toch wel zo leuk dat je die toch even inplakt. Of misschien doe ik het ook niet. Het ligt er maar net aan wat ik graag wil. Laten we in ieder geval nu doorscheuren naar... Hollands Nogwaters volgens mij. Dat ligt 4 kilometer verderop. Dus dan scheuren we even daar naartoe. Is toch wel heerlijk rijden zo. Gewoon lekker over de route van het Gooi. Gewoon lekker rustig. Even helemaal niks. Lekker kijken. Recht voor je uit. Oh, dat was een onbewaakte spoorwegovergang. Dat zie je ook niet meer heel vaak in Nederland. Want als het goed is, moet aan alle overweggangen nu wel beveiligd zijn onderhand. Je hebt volgens mij geen onbewaakte meer. Tenminste, niet wat ik tot zover weet. Want ik dacht dat ik laatst gelezen had dat alle overgangbomen, of alle overgangen waren veranderd in beveiligde. Even hier af.